Het stoort Peter Gillis mateloos dat mensen van buitenaf zo fanatiek bezig zijn om zijn realitysoap, familie Gillis, massa is kassa, van de buis te krijgen. Zij zien het feit dat Nicole Kremers eindelijk kracht heeft gevonden om aangifte te doen van mishandeling als de druppel die de emmer doet overlopen. Waarom is deze man nog op tv, vragen zij zich af. Heel even deed Talpa net alsof ze luisterde naar de kritiek van buitenaf, ze beloofden een beslissing te nemen over het vervolg van de soap zodra de rechter uitspraak heeft gedaan. Maar onlangs is de club van John de Mol keihard betrapt, er wordt namelijk gewoon al gedraaid voor een nieuw seizoen van de Reality. Peter vindt het heel mooi dat John de Mol zijn critici uitlacht en gewoon met hem verder gaat. Ook ik lees natuurlijk het een en ander, zegt hij tegen Story. Ik denk dat de mensen massaal bezig zijn geweest om de boel te saboteren, en Massa is kassa van de buis te krijgen. De steun van John is volgens Peter onvoorwaardelijk. Voor mij is het altijd heel duidelijk geweest met betrekking tot de zogenaamde mishandelingszaak. John de Mol heeft altijd gezegd: zolang er geen veroordeling is, draaien we gewoon door. Er zijn mensen van alle kanten bezig om Massa is kassa en Petertje van de buis te krijgen. Hoe is de band tussen Peter en John? Ik heb geen rechtstreeks contact met John de Mol, wel met zijn rechterhand, zegt Peter. Ik heb John wel een paar keer gezien, maar het is niet zo dat ik elke week bij Wendy, de nieuwe vriendin van Peter, heeft een rotsvast vertrouwen in haar liefje. Natuurlijk hangen er donkere wolken boven Peter. Maar feiten zijn feiten, zolang je niet. Ik heb nog nooit een moment gehad van: Oh, Peter deugt niet. Nee, nooit, anders was ik hard weggerend. Ik ben een volwassen vrouw, met een bord.